ja, ik kom hier en dan kunnen mensen denken van ja, omdat hij gaat, denkt hij ook van andere mensen. Maar nee, het is echt gewoon echt voor mijn vrienden zijn eigen best wel, weet je, wie het ook is. Tuurlijk, nee, de laatste keer dat ik Haki in mijn leven heb gezien was hier. En dat geeft mij een goed gevoel, weet je. Hij is overleden. Ik weet gewoon, er zijn hier heel veel mensen. Bro, als jij overleden bent, je hebt geen vrienden nodig die zeggen, shout out naar Rem, hij was real. Nee, of hij was soldaat. Ja, je hebt mensen nodig die dua voor je gaan doen, weet je. En ik weet dat Haki hier heel veel vrienden heeft die dua voor hem doen. En dat is belangrijk, bro. Je moet deze omgeving moet je echt. Het zijn speciale plekken, die moet je gewoon. Waarom komen jullie niet hier naartoe, weet je? Gewoon, weet je, hier is niemand. Je vrienden met elkaar om materie of om iets uit iemand te halen. Dit is gewoon vrienden. Omwille van Allah. En ik vroeg dat aan hem. En ja, ja. Ja, wat ik eigenlijk, wat ik zei, zeg maar, meer van. Was gewoon, zoals ik zeg, bro, we waren gewoon ons leven aan het leven. Dat heeft ons beroemd gemaakt, snap je? Dat is ook wel mooi om te zien. Waarom? Want mensen, zeg maar, geven erom. Ze houden ervan om te zien hoe wij leven. Snap je wat ik bedoel? Het is voor veel mensen herkenbaar, snap je? Zeg maar, die lijf die we toen destijds, zeg maar, nu nog steeds eigenlijk, je weet toch, wat we aan het leven waren, is gewoon herkenbaar en dat is de reden waarom volgens mij heel veel mensen het leuk vinden om ernaar te kijken. Ja toch, je ziet karakters die mensen denken van, hey, in onze buurt hebben ze dat ook, precies dat de karakter. Het is niet eens dat we iets bijzonders deden, bro, je weet het zelf ook, het was gewoon ons leven, man. Maar was soms goed. Waren we wel lastig, hè? We hebben wel echt veel overlast, ja, ook ja, voor dat ons. Ja, dat wel, man. We hebben wel echt dingen gedaan waar ik achteraf wel van denk van, hadden we dat maar anders aangepakt. Zo was? Weet je? Hoe ben je eigenlijk opgevoed met geloof? Ik ben gewoon, alhamdulillah, ben ik gewoon moslim. Heb ik sinds jongs af aan al meegekregen van mijn moeder, van je weet toch. En hoe denk je dan dat het komt dat mensen met geloof opgevoed worden, maar dan uiteindelijk er niks mee doen, terwijl ze wel geloven?